Ze is totaal niet met zichzelf bezig, maar ze is bezig met de wereld om haar heen. Ze kijkt ook heel goed naar degenen die hun stem niet kunnen laten horen. Ik ben al sinds 88 cardioloog, dus al heel lang. Ik noem mezelf eigenlijk een cardiofeminist, omdat het toch wel een beetje een strijd geweest is om die vrouwelijke patiënt in de picture te krijgen. De veroudering van de bloedvaten en de hartspier, dat verloopt volgens een andere route bij mannen en vrouwen. En van oudsher hebben we altijd gekeken naar die mannelijke route. Het ging altijd over dat mannenmodel. En dat betekent dat de vrouwelijke hartpatiënten toch wel heel lang in de kou hebben gestaan, omdat ze niet pasten naar dat model. Nou, wat je natuurlijk ook nodig hebt, is vrouwen met aanzien en macht die dat thema over het voetlicht kunnen brengen. En het goede vind ik dat Lilianne Ploumen afgelopen najaar, na de zomer, een hele mooie nota heeft gemaakt om het belang te benadrukken van goede gendersensitieve zorg. Patiënten zijn wel gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. En dat was ook een beetje de kern van die gendersensitieve nota. Lilianne heeft altijd heel erg gestaan voor de vrouwenzaak, maar ook voor mensen, en dat kunnen ook mannen zijn, met minder kansen in deze wereld. Daar heeft ze zich altijd heel hard voor gemaakt. Ik stem uiteraard altijd op een vrouw, dus ik denk dat ik wel op Lilianne ga stemmen, ja. Blijf jezelf en blijf niet te bescheiden. Ik vind dat ze inmiddels zo'n staat van dienst heeft dat ze dat wel van zich af kan werken. Dus dat zou ik haar wel mee willen geven.